trap waar ze nu mee bezig is. Vol en alles eruit nou. Kom op, Yvonne Rijen. Wat heeft ze dit goed gedaan? Bijna heeft ze zichzelf verstopt voor de rest van de wereld. En dan komt ze met deze explosie. 4.12.09. 4.12.09 is het de kloppen tijd. Kom op, Yvonne Rijen. 4.12.09. Sneller, 4.12. Jawel! 4.11.94. En nu weet ze het. Wereldrecord, Olympisch record. Fantastisch gedaan, Yvonne. Yvonne, dit is toch wat we willen? Hè? Dit is toch waar we al die jonge, talentvolle mensen naartoe willen? Ja. Hè, dat ze vleugels krijgen. Zeker. Dus hoe kunnen wij op de Zuidas jou financieel ondersteunen? Hoe kunnen we jouw stichting ondersteunen? Je kunt de talenten direct ondersteunen, uiteraard via het crowdfundplatform. Ja. Ja, dan kunnen ze een donatie doen op bijvoorbeeld Michel Tsiba en Daria Danilova. Ja. Ze hebben 3000 euro nodig. Ja. Ze staan nu op 1880 euro. Oh, nou, dus dat is direct. Ik zou zeggen, jongens, we zijn er bijna. Ja, maar er zijn er vele. Hè? Dus ga gewoon eens kijken. Okay, en je kunt op tak van sport kun je selecteren. Ja. Ja. Daarnaast kan je het fonds een donatie geven via de website van het Yvonne van Gennep Talentfonds. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn dat je vriend van het fonds wordt. Kijk, en dan zou ik zeggen Zuid als vriend. Ja. Zuid als vrienden van het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nou, dit is echt een oproep voor iedereen op onze Zuidas. Steun deze jonge, talentvolle sporters. Jullie kunnen dit formulier downloaden op de website van Zuidas Today Talkshow. En ik verwacht dat er heel veel jonge sporters vleugels gaan krijgen. Ja, daar doen we het wel voor. Hè? Ja. Kijk, als de medailles er komen, dan staan we allemaal te juichen. Maar die weg ernaartoe is natuurlijk heel lang. En dan kunnen ze juist heel veel steun gebruiken. Ja.